Ronald Hoogaert, voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisaties, CLO, vindt dat de IMF nimmer voor derde wereldlanden kan zijn. IMF is de voortzetting van een stukje kolonialisme, zoals de relatie die Suriname had met Nederland. Verder zei Hoogaert dat er zoveel plannen waren gemaakt en daar nooit iets van zijn terechtgekomen. Er worden alleen maar valse beloftes gemaakt door de regering. Op zijn simpele wijze, de meekissie, door Jiwan Timoni, maar mono gwe baka naar Westen. We hebben hier in de jaren 60, laat me het zo noemen, 70, hebben we zoveel projecten gehad, 10-jaar plan. De man kota herbusi naar West-Suriname drapen, zo een karapisi. We praan pines. Ubo mek papira. We pa papira de, pa papira fabrik de. Alla moni gwe baka olan. Want u men pa den deskundige of den alla den san. We hebben niks overgehouden dan vernietiging van onze rijkdom, het bos. Ronald Hoogaert, voorzitter van de Centrale van Landsdienarenorganisatie CLO, die nog steeds niet snapt waarom de regering met IMF in zee wilt gaan. Hij doet een beroep op de media om fijntjes te kijken naar de IMF-onderhandelingen. Ook moet de samenleving niet alles geloven wat op sociale media verschijnt.